dat Open NK omhoog gaat zijn, denk je dat het er nou echt nog van gaat komen? De voorbereidingen zijn in volle gang. Ja, de voorbereidingen zijn in volle gang, dat hoor ik nou ook al een jaar. Ik heb nog steeds geen ijskoolbolletjespak uitgereikt. Oh nee, moet eens even kijken. Wat ik hier onder mijn arm heb, rechtstreeks uit Polen. Dit is het. Dit is het. Een bolletjespak. Een schaatspak met bolletjes. Wat is dit? Wat een lelijk pak, zeg. Ja, mooi van lelijkheid. Moeten we dit echt aan? Tuurlijk. Je wilt toch omhoog schaatsen? Ja, maar goed, maar er is nog geen berg, er is nog geen datum, er is helemaal niks, hè? Daar gaat vandaag ook verandering komen, want we hebben een afspraak met Arie Koops, directeur topsport van de KNSB. Arie Koops, KNSB. Wij zijn al een tijd bezig met het organiseren van het omhoog schaatsen. En de hamvraag luidt, zie je dat zitten? Ja, het lijkt me zoiets innovatiefs. Ik denk dat jullie dat gewoon een keer moeten gaan proberen. Ja, maar de KNSB ziet het zitten. Nou, ik vind het, weet je, we staan open voor allerlei nieuwe ideeën om vooral meer mensen in beweging te krijgen. We kijken vol belangstelling wat hiermee gaat gebeuren. Ja. Dat volgen we op de voet, we volgen alle uitzendingen. En we kijken graag met jullie mee welke mogelijkheden hier liggen. Ik ben blij om dat te horen. Vind je niet, Frank? Ik ben er ontzettend blij mee. We laten even kijken naar een promootje van omhoog schaatsen om even een compleet beeld te krijgen van wat we precies willen organiseren. Ja, met meneer Henkie, denk ik ook. Schaatsen in de bergen. Hoe cool zou dat zijn? Beneden beginnen en boven de Venus. Dat zou fantastisch zijn. Bob Rijen! Fantastisch gezicht dit! Als jullie er echt voor gaan, dan denk ik dat 80% zeker is dat jullie dat in de markt gaan organiseren. Nou, meneer Koops, de vraag is, steunt de KNSB het Open NK omhoog schaatsen? Ja, natuurlijk moeten we daar iets mee. Wij volgen dit vol enthousiasme. We willen graag meedenken en ook meekijken wat gebeurt er nu. Ik vind ook dat we als KNSB, het is toch een beetje gelieerd aan het schaatsen. Ja, zeker. Dus we moeten daar ook dan een prijs aan koppelen. Dus we gaan gewoon het bolletjespak, daar gaan we gewoon aan jullie schenken. Kijk, we hebben ook wel eens het ijsschalen georganiseerd. Ja. Gingen we een ploegenachtervolging doen. Vrolijke ijsschalen. Ja. Bestond nog niet. Nee. Zelfs de koning deed mee. Weet je dat? Met die vorm van Gennep nog doen. Dus dat kan allemaal. Dus jullie moeten het gewoon doen. Het is aan de ene kant denk ik misschien een beetje een leuke, ludieke manier om een wedstrijd te organiseren. Maar de schaatsers zijn echt heel erg enthousiast. Dat heb ik gehoord. En wij willen eigenlijk het liefst gewoon een plek op de agenda proberen te zetten. Op het einde van het seizoen, we hebben 11 tot en met 13 maart, hebben we de finale World Cup in Heerenveen. Stom toevallig heb ik hier de kalender in mijn hand. En daarna moet je het doen, want er zijn ook nog heel veel buitenlanders hier in Nederland. Dus dan hebben we die finale, dat is 11-12 maart. Ja, je moet misschien wel door de week ook, dat is ook nieuw. Op een woensdagavond? Zo woensdag 16, denk ik. Ja, ik denk dat wel een mooie plek is. Vind je dat ik moet 16? Even kijken of ik kan. Dan moet ik even iets voor de kinderen vinden, maar dat moet lukken, denk ik. Ja, ik ga het ook op, want ik wil er ook bij zijn. Ja, ik wil toch kijken hoe het is. Ja, maar voor iets vernieuwends moet erbij zijn. Het is innovatief dat ik erbij ben. Nou, de KNSB steunt het Open NK omhoog schaatsen. Dat mogen we nu. Ik zet het erbij nu, hè, hier. Wij hebben dit alvast laten maken. Kijk. Kijk eens, vindt u het wat? Ja, dat is toch fantastisch. Dat is toch geweldig? Ja, nee, weet je. Kijk, Hilbert kwam ooit met een regenboog. Ja, dat viel me helemaal weer lekker in goede aarde altijd. Nee, maar het was ook in andere tijden. Maar dit is natuurlijk prachtig. Dit wil je gewoon winnen. Maar goed, we hebben dus nu met potlood in de agenda staan. Woensdagavond. Ja. 16 maart 2016. Ik ben erbij. Het Open NK omhoog schaatsen gesteund door Arie Koops en de hele mikmak van de KNSB. We gaan er iets moois van maken. Ik vind dat jij dat mooi zegt, Frank Evenblij.